De gemeente Horst aan de Maas heeft samen met Venlo en enkele andere Brabantse gemeenten maandag 6 juni een spoedoverleg gehad met staatssecretaris Sharon Dijksma. Het ging over de giftreinen die over het spoor Venlo-Eindhoven hebben gereden. Wat is er concreet besproken? Ja, op zich was het goed dat de staatssecretaris heeft gezegd ik kom naar jullie toe, naar de regio toe. Dus er was vanmorgen een gesprek in Eindhoven op het stadhuis met een aantal burgemeesters, met mensen ook van ProRail, van de vervoerders, etc. Daar heeft ze enerzijds toelichting gegeven op wat de cijfers zijn. Maar ook aangegeven dat naar haar mening er geen onverantwoorde risico's zijn genomen richting burgers. Want het gaat ons primair ook om de veiligheid van burgers. We hebben in Nederland een basisnet, dat is een nieuwe wetgeving, die is pas sinds vorig jaar van kracht. En daarin is afgesproken dat er een hoeveelheid stoffen over dat spoor vervoerd mogen worden, giftige stoffen. En dan blijkt dat er meer van die wagons er langskomen zijn dan die norm. De metingen zijn van nog voor een deel de periode daarvoor. Maar dat dat een jaar moet duren voordat je daar duidelijkheid over krijgt. Dat dat via dan de pers, uiteindelijk via WOP-verzoek of informatie, tot ons komt. En dat we daar als overheid niet over geïnformeerd zijn. Dat burgers zich daarover ongerust maken. Nou, dat was voor ons reden genoeg om wat boos te zijn over hoe dit allemaal gelopen was. Nou, daar hebben we een stuk uitleg over gehad, enerzijds. Twee zijn er goede afspraken gemaakt over dat gekeken wordt hoe in de komende weken waar nou precies de oorzaak zit van die overschrijdingen. Heeft dat nou te maken met die Betuweroute, waardoor er ook hier meer stoffen, waar zit dat? En hoe kan een overheid en verladers daar beter op gaan sturen? Want uiteindelijk is het doel wel dat men binnen die normen zich gaat bewegen. Het zal nooit meer zo komen dat u met deze feiten wederom geconfronteerd wordt. Dat weet ik niet, want een van de gesprekspartners zei ook, ja, de afgelopen jaar is papier en werkelijkheid is nog eens uit elkaar gelopen. Er zijn wel toezeggingen gedaan ook om de informatie naar burgers, naar gemeenten toe te verbeteren. Het feit dat we daar met zoveel mensen om tafel zaten en zeer indringend neergelegd hebben wat onze beleving is en dat het ook gaat over betrouwbaarheid van de overheid. Ik denk dat dat goed is overgekomen. En ik vond ook dat de staatssecretaris serieus was ten aanzien van hoe ze het willen aanpakken.